Kijk eens aan, goedenavond allemaal. Van harte welkom. Wonderbare kanaal van Jezus. Ook de mensen bij Christ Channel heet ik ook van harte welkom. En laat u vanavond inspireren door het woord van God. Als je kijkt naar het leven van Joshua, dan komt daar een engel bij Joshua en die zegt tegen Joshua: Joshua, vrees niet. Heb je al eens meegemaakt dat je in angst hebt gezeten in je leven? Ik wel. En af en toe was die angst wel heel erg reëel. En dat ik dacht van, oh jee, nu maak ik een ongeluk mee en ik weet niet hoe ik er vanaf kom. Maak je mee. Joshua die was bang voor de vijanden. En hij was de wijn, of de koren was hij aan het dorsten in de wijnpers. Zo, ik denk dat als je kijkt naar het leven van Jozef. Ik denk dat hij best wel bang was toen hij in de put zat. Stel je voor dat Jozef kluisterfobie had gehad en dat hij in die put zat. Dan heb je een probleem. Maar zo zitten wij ook af en toe wel best in een put in ons leven. En dat we bang zijn dat we overmand worden door angst. En daar had ik het van de week al even over met jullie allemaal, over een angst. Waar komt angst vandaan? Moet je het accepteren in je leven? Of zeg je van nee, ik accepteer de angst niet, want Jezus heeft mij volledig bevrijd uit de vorm van angst. Hij heeft mij gebracht vanuit die put, heeft hij mij gebracht op de wal. Ja, amen. Ik geloof erin dat God jouw angst heeft overwonnen. Alleen jij moet zelf nog iets gaan doen. Als hij zegt in Jesaja 53 vers 4... Nochtans onze ziekte heeft hij op zich genomen, in onze smarten gedragen. Amen. Wij echter hielden hem voor geplaagden en door God geslagenen en verdrukt. Dus God wist ook wat verdrukking was. Jezus wist ook wat verdrukking was in zijn leven. Amen. En als hij het zo goed weet wat de verdrukking is, dan weet hij ook waar je doorheen gaat. En dan zal ook hij jouw hulper zijn. Hij zal ook de rots in jouw branding zijn. Amen. We moeten ons niet laten leiden door angst, maar de vrede van God die je hart te boven gaat in Christus Jezus om je hart te vervullen. En dat is gewoon met een geweldige blijdschap dat niet menselijk is, maar bovennatuurlijk is. Amen. Eén ding wat ik tegen jou zeg, als je bang bent, kom in de tegenwoordigheid van God. Want als je in de tegenwoordigheid van God komt, dan zal je gaan zien dat er heel veel angst zal gaan verdwijnen. En dat er vrede en rust gaat komen. Kijk, de Bijbel die zegt tegen jou, laat je niet wederom een slavenjuk opleggen. En er zijn zoveel mensen die lopen gebukt in hun dagelijks leven. Echt met zo'n dikke last op. Dan doen ze er nog twee van die emmetjes naast. En nog een paar van die zakken. En dan gaan ze zo lopen. En dan zeggen ze, ja. Dan zijn ze een soort ezel. Geworden van de duivel. De duivel die maakt mensen tot ezels. Maar wij zijn vrijgekocht. We laten ons geen angst aanjagen. Amen. Denk niet terug aan je verleden. Want dat is alleen maar leren van de ellende van iemand. Weet je dat? Als ze jou vragen naar je verleden, dat is alleen maar smullen van iemand anders zijn ellende. Maar kijk naar je toekomst. Want God die zegt in Jeremia 29 vers 11, ik heb een hoopvolle toekomst voor jou. Dat is hoop. Dat is een toekomst vol hoop. Wauw! Dan laat je alle ellende, die laat je achter je. Dan kun je zeggen, van ik ga heel anders, want ik heb een nieuwe identiteit gekregen in Jezus. Want ik heb Jezus leren kennen, amen. En als je dat gekregen hebt, dan verdwijnt die angst. Wat voor angst heb je eigenlijk? Die gedachten die erbij horen.
één ding wat je moet leren, is jouw gedachten zetten op de gedachten van God. Als God tegen jou zegt, ik koester gedachten over u. Wauw, van vrede en niet van onheil. Zorg er dan ook bij jezelf voor dat die gedachten van God meer in je leven mogen gaan komen. Dat je denkt van wauw, wat een easy life. Jezus denkt geweldig over mij. En wat de wereld over mij denkt, dat maakt me niks uit. Sorry wereld, maar ik ben niet meer van deze wereld, zegt Paulus. Ik ben niet meer van deze wereld. Dus ik hoef de wereld niet te behagen. Ik mag God behagen. Ik ben vrijgekomen van die kritiek wat de wereld heeft over mij. Amen. Kunnen jullie daar amen op zeggen? Amen. Ik ben vrijgekocht. The easy life. Wauw. Als je vrij bent, dan is het ook niet meer in je hersen zo druk. Dan ga je zien van wat God voor jou heeft. Amen. En weet je wat er dan gebeurt? Dat als je niet meer bang bent, dan gaat je spreken gaat ook veranderen. Weet je dat? Als jij niet meer bang bent, dan gaat jouw spreken gaat veranderen. Verander je spreken naar het woord van God. Kijk, als ik kijk vandaag aan de dag, dan hoor ik heel veel mensen horen om me heen. En ik hoor het vandaag nog. Ja, de griep gaat rond. Ja, dus dan zullen we het ook gaan krijgen, hè? Halleluja. Als we zo allemaal het geloof hebben, hè? Ook in Gods woord, dat we zeggen, de Heer zegt tegen jou, je gaat ontvangen. Dat die ene zuster zegt, wanneer? Gelijk nu vandaag? Amen. God wil dat je ontvangt. We moeten niet geloven in deze wereld, maar geloof hebben in het woord van God. Hè? En de Bijbel die zegt op een gegeven moment, dat ziekte zal mijn deur niet naderen. Ik zal beter blijven. Ik zal gezond zijn. Ik heb geen vrees. Als je kijkt vandaag aan de dag, lieve mensen, dan zijn er mensen die zeggen op een gegeven moment, ja, in mijn familie komt suikerziekte voor. Hartkwalen. Mijn familie, daar komt kanker in voor. En er zijn er heel veel mensen, kinderen God zelfs, die bang zijn om suikerziekte te krijgen, hartkwalen te gaan krijgen of kanker te gaan krijgen. Maar ik krijg dat niet. Ik heb de DNA niet meer van de wereld in mij. Ik heb de DNA van God in mij. Zijn goddelijke autoriteit is in mij gekomen en die heeft elke ziektewacht gestopt in de naam van Jezus. Die is verbroken op het kruis van Golgotha. Daar was het volbracht. Amen. Amen. Dus we moeten uitkijken wat we uitspreken. Leer een strijd te voeren. Een strijd van overwinning. Een strijd van in geloof. En word gevuld met waarheid. Vaak hebben we onwaarheid waar we in geloven. Maar de waarheid zal u vrijmaken, zegt de Bijbel. En wat is waarheid? Dat God zegt, ik heb een hoopvolle toekomst voor jou. En we laten ons niet meer knechten door de duivel en zijn trabanten. Want die mogen vluchten in de naam van Jezus. Eén voorbeeld van spreken volgens Gods woord in tijden van angst. Psalm 11, 112 bedoel ik. Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen. Zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Heere. Zijn hart is standvastig, hij vreest niet. Amen. We vrezen niet meer. We vrezen niet meer voor onze vijanden, want de vijand zal bang zijn voor mij. Amen. Want God heeft mijn vijanden, heeft hij overwonnen. En dat zegt hij ook in zijn woord, hè? Want als jij hem dient en je volgt de instructies van God, dan verdrijft God jouw vijanden. Halleluja. Dan kun je leven in vrede. Dan hoef je niet meer zo bang te zijn. Ja? Ook een van de vijanden die wij vaak hebben, is ons denken.
Herken je dat bij jezelf, dat je negatief over jezelf denkt misschien, Chris? Nee. Nee, amen. Prijs de Heer ervoor, één die dat niet doet. Ik denk nogal eens heel af en toe eens een keer negatief over mezelf. Er was van de week was dat ook het geval. Ietsje zachter dit. Ja, weet je welke? Ja, die laptop. En van de week dacht ik ook een beetje negatief over mezelf. Ik had ook zoiets van, ik was bezig met websites. En het lukte allemaal maar niet. En ik denk, nou heb ik dan niet goed opgelet. Ben ik dan toch zo dom geweest dat ik het niet goed heb gedaan. En dan komt mijn oude gedrag, die komt weer naar boven, hè. Ja, je oude vriendje komt weer naar boven, hè? Dat oude vriendje die zegt, vertrouw maar op mij, want je hebt het al jaren met mij gedaan. En dat oude vriendje, dat trek je continu weer naar beneden. Maar ik had zoiets van, nee, ik weet dat ik het goed doe. Dus ik ben nog bezig gegaan en nog bezig gegaan. En toen keek ik eens in één keer achter mij. En toen pakte ik mijn schoen en ik heb de duivel een klap op zijn neus gegeven. En ik heb gezegd, achter mij vandaan, Satan. In de naam van Jezus, wegwezen van mij. Want op dat moment zat de duivel, die zat alles te boycotten wat ik wou neerzetten. Maar als je het niet herkent, dan geef je jezelf de schuld. Dan zeg je, ja, die boer, dat is toch ook logisch. Hè, dat is toch altijd zo bij jou het geval. Hè, dus vandaag ook weer. Maar ik herkende dat op dat moment. Ik denk van nee, de duivel die probeert met mij te spelen. En die zal ervoor zorgen dat mijn doel niet gaat bereiken. Maar ik ben sterk en moedig. En hoe diep die put ook is. Ik weet dat ik eruit kom. Er is ook op een gegeven moment hè, een boer. En die kijkt dus in de put en die ziet daar het schaap. Hè. Die zit daar in die put. Ja, die boer denkt, ja, die schaap die krijg ik er nooit van zijn levenslang meer uit, hè, uit die put. Geen touwen ervoor, geen middelen ervoor. En hij denkt, weet je wat? Ik ga een paar van mijn dienstknechten ga ik ophalen. En ze namen scheppen, namen ze mee. En die boer die zei, gooi die put maar dicht, want die put die heeft toch geen water meer. Die schaap die gaat er niet uit. En beter dat we die schaap allemaal zand op deze schaap gaan gooien en dat we maar gaan begraven. Nou, op een gegeven moment, ze beginnen te scheppen. En elke keer horen ze die schaap nog blerren. Ze zeggen tegen elkaar, dat kan toch niet? Hoe is dat nou mogelijk? En hij blijft maar blerren en ze gaan doorscheppen met man in macht. En ze scheppen daar een paar uur. En ze horen die schaap nog blerren. En dan op een gegeven moment kijken ze elkaar aan en ik zie een schaap naar boven komen. Wat was nou gebeurd? Ondertussen dat ze een schep op hem gooiden, het zand, was die schaap, die was dit gaan doen en die was gaan stampen. En zo kwam die uit die put. Deze schaap, die liet zich niet onderdelven. Maar wij doen het wel vaak. Wij laten ons vaak op onze kop zitten, hè? Vooral als iemand wat tegen je zegt. Oh, dan zijn wij, dan is het vaak, ja, dat zal wel zo zijn, hè? Herken je dat bij jezelf? Ja, als iemand jou een compliment geeft, dat is leuk. Maar als iemand jou kritiek geeft, dan onthoud je makkelijker. Ja, stel je voor, Henk, je hebt vorige week slecht gekookt. Dat onthoud je. Als je één keer goed gekookt hebt, dat is geweldig, maar als je één keer slecht gekookt hebt, moet je 10 keer weer goed koken. Anders hoor je die ene keer, hoor je dat elke keer weer, hè? Dat je slecht hebt gekookt. Het is zo moeilijk om elkaar een compliment te geven. Hoe kan dat nou dan, hè? Dan heeft het dus eigenlijk nog te maken met je oude leven, waar we vaak nog in zitten. We hebben nog vaak ons focus op de verkeerde dingen. Maar ik zal tegen jou zeggen, ontwikkel een wandel van licht. Als je een wandel gaat ontwikkelen in liefde, dan kan geen vrees zijn. De volmaakte liefde drijft
de vrees uit. Dus, conclusie is, je handelt vanuit liefde of je reageert vanuit vrees. Ken je dat bij jezelf? Ik wel. Ik had vanmiddag dat ik een lievelingskopje van Edna liet vallen. Een hartjeskom. En ik had zoiets van, oh jee, hoe zal ze erop reageren? Ik denk, nou, ze kan er nog niet op reageren, want ze ligt nog in bed. Ze hoort het nu. Hoort ze, morgen komt ze erachter dat hij in de prullenbak ligt. Maar ik denk van, nee, ik ben niet bang. Ik mag schermen maken. Ik mag brokken maken in mijn leven. Waarom niet? Want als er een goede basis is, dan mag je brokken maken in je basis, in je relatie. En dan zal die ander tegen jou zeggen, schatje, je hebt het goed gedaan, want ik krijg 10, 20 andere kommen van jou. Ja, dan krijg je gewoon meer, ja. Toch? Halleluja. Zolang de stukken nog met heel zijn. Ja, nou, je kan proberen te lijmen in je leven. Maar vaak is dat vaak niet moeilijk, hè? Is dat niet mogelijk, hè? Het lijmen niet. We kunnen onze kunstgebit vastlijmen. Ja, dan zit hij voorlopig vast. Maar als we proberen een vaas in elkaar te lijmen, het zal niet werken. En daardoor is herstel nodig van die hele, van alles. En dat we die scheuren in die barsten niet meer gaan zien. Amen. Luister naar de liefdevolle stem van God. Van de Heilige Geest. Weet je, elke dag maak ik mee dat de Heilige Geest mij bemoedigt. Echt waar, maak het mee. Dan vertelt de Heilige Geest mij dingen. Ik was van de week bezig met allemaal scriptiecode. Nou, scriptiecode, dat is HTML. Daar moet je verstand van hebben. Ik heb dat niet. Maar ik was bezig met de website en ik wou die live streaming erbij in hebben. En ik had die HTML, die had ik echt nodig. En ik denk, Heer, my God, hoe doe ik dat? En toen ik dat zei, my God, hoe doe ik dat? Toen begon de Heer tot mij te spreken. Die zegt van, nou, dan ga je naar de rechterbovenhoek. Daar staat de scriptiecode. En als je die scriptiecode daar nou uitsloopt en je plaatst hem daaronder, ga dan maar refreshen en dan ga je kijken dat het gaat lopen. En het gebeurde. Ik had zoiets van, Heer, heeft u ook al verstand van HTML? Heeft u ook verstand van websites? Die zei, ja, heb ik. Nou, ik heb het gedaan en ik kreeg een complimentje van mijn webmaster. Hé Hans, heb je goed gedaan? En ik denk, hij moest dus weten dat de Heer dat mij verteld heeft. Ik heb er geen verstand van. Hij zegt, je hebt al meer geleerd dan dat ik denk. Ik denk, nee, mijn God heeft meer geleerd dan dat ik weet. Maar bij God is alles mogelijk. Dus het mooie is, de Bijbel die zegt het ook, hè, als iemand van u ergens in tekort schiet, laat hij gewoon eenvoudig weg erom vragen en het zal hem gegeven worden. Dus God die kan van een eenvoudige putjeschepper, kan hij een dokter maken. God, je weet alles en hij kan alles. En jij ziet misschien niet wat er in jou geactiveerd is. Maar God heeft al heel veel dingen heeft hij in jou geactiveerd. Jij kijkt misschien nog tegen die muur aan. Maar God die kijkt achter die muur. Naar jouw toekomst. En die weet op een gegeven moment van nee, het gaat wel goed komen met jou. Ja? Amen. Als je maar dingen gaat stappen. Uit gaat stappen. Dan ontwikkel een wandel van blijdschap. Nou, je hebt dat reclame, heb je. En dat is dan zo'n man die heeft dan allemaal van die dropjes. Hè? En dan staat hij daar bij de douane met die dropjes. Maar weet je, als jij door de stad heen loopt, dat mensen op je gaan reageren als je zagrijnig kijkt of niet. Mensen die letten daarop. Als ik door de stad heen loop en ik heb een goede dag, en dat heb ik elke dag, dan lach ik. En dan loop ik daar voorbij en dan zie ik mensen naar mij kijken. En dan denk ik van nee, ik heb een wandel, heb ik ontwikkeld van blijdschap. Amen. Het blijdschap mag gezien worden, hè. Laat je vervullen met de vreugde en liefde van God.
Nou, dat is belangrijk. Gewoon af en toe is gewoon heerlijk kunnen lachen. Echt dat je bijna buikpijn krijgt. Zegt, goh, heerlijk. Gewoon die blijdschap die in je mag komen. Weet je, dat verandert heel veel dingen in je dagelijks leven. Easy life is zo easy. Dat is eigenlijk te makkelijk om daarin te wandelen. Want we kijken graag chagrijnig. Kost je meer spieren, hoor. Wist je dat wel? Ja, het kost je meer spieren om chagrijnig te kijken als dat je blij kijkt. Dus waarom zou je je gaan vermoeien, hè? Ontwikkel een wandel in aanbidding. En lofprijs in de dankbaarheid. Nou, iemand... ik was vandaag... En ik betrapte mij er zelf op. Vandaag was ik in Lidl. Gisteren. En ik wandel door Lidl heen en ik zie al die boodschappen daar. En ik denk, jongen, wat leven wij in een rijk land, hè? De drinken die ik wil hebben, die staat daar. Zomaar voor mijn voeten. Ik hoef er niks voor te doen. Al die koekjes en snoepjes. Wow. Het is er allemaal. Dus ik liep dat zo en ik pakte dat zo. En ik zei, vader, dank je wel ervoor. En er was een vrouw die keek mij aan, die vrouw, is zijn vader nou dan? Ja, maar vader, dank je wel ervoor. En zo loop ik regelmatig door mijn huis. En dan zegt hij, heb je tegen mij? Ik zei, ja, ik dank jou er ook voor. En de vader dank ik ervoor. Je wordt blij, je wordt easy. En je gaat de Heer danken in plaats van janken. Je wordt dankbaar in alles wat je doet. Mensen gaan er naar, als ik in mijn auto zit en ik rij op de snelweg. Ah, heerlijk. Heer, vader, dank je wel. Dank je wel voor deze auto. We vinden alles zo makkelijk en zo normaal. En dan zit je thuis heerlijk op je bankstel of op een stoel. Je hebt een lekker bakje koffie voor je. En nou, hoor. Oh, vader, dank je wel ervoor. We moeten leren danken, hè? Want dankzegging verbreekt heel veel jukken. Maar we zijn vaak zijn anders. Die koffie die jij hebt gezet, die is te slap. En ik had niet één koekje erbij verwacht, maar twee koekjes. Ja, je herkent het wel bij jezelf. Goh, en waarom nou die biscuitjes? We hadden toch ook andere koekjes in de kast? Ja. We zijn vaak ondankbaar in plaats van dankbaar. Ontwikkel een wandel in vrede. Weet je, dat is zo mooi, hè? Als je vredestichter bent. In alles. Dat je vrede brengt bij iemand. Ik ga regelmatig haal ik brood op. Weet je, die mensen aan het eind van de dag zitten gewoon te wachten op de bezoek die ik breng. Ja, zus, je brengt altijd een sfeer mee. Vrijheid. We gaan lachen door jou. Je brengt een stukje vrede. Al die stress die we die hele dag hebben opgelopen, die gaat in één keer weg. Dat is de Heer. En dan praat ik gewoon met deze mensen over God. Als dat hun hem ook kunnen. Dan zeg ik, nou weet je, ik heb vandaag zo mooie dingen meegemaakt met de Heer. Ah, dat heb ik meegemaakt. Die persoon had ik aan de lijn. Die zag het niet meer zitten, maar ik heb met die persoon mogen bidden. En dat zijn dan ongelovige mensen. Maar ze staan versteld van hetgeen wat God doet in mijn leven. En dat is juist zo mooi, hè. Dat je een leven mag wandelen in vrede. Je bent de vredestichter. Mensen gaan zien dat jij het verschil uitmaakt. Amen. En bied weerstand aan angst de duivel. Dus zorg ervoor dat je niet laat overmanden door de duivel. Kijk, stel je voor dat je een hele boze hond hebt. Ja, stel je voor, hè, een valse hond die groot is. Echt met zulke tanden. Ja, en dan staat er een bord op die hek op dat moment van als je binnenkomt, ik vreet je levend op. Wat ga je doen?
Laat je regeren door die bord? Of heb jij een andere identiteit? Nou, ik maakte een keer mee dat ik stond s'avonds, stond ik met mijn brommer, stond ik stil en ik had benzine nodig. Maar die benzineman die had een hele dikke grote bouvier en er stond zo'n bord op. Hè, van pas op mijn hond, want hij lust jou rauw. Ik denk, nou ja, genoeg vet. Als een kilootje graf is, geen probleem. Ze denkt, nou weet je wat, ik ga toch het erop wagen. En ik zie die hond, ik loop naar hem toe. Ik zei, aai hem gewoon over zijn kop. Ik zei, joh, kom maar mee. En ik loop met hem samen naar de achterdeur toe. Zo, waar is je baas? En ik bel aan. En deze man die doet lijk, breekt die deur open. Als dat hij daar een ghost ziet, hè? Een spook, hè? Hij denkt dat ik een spook ben. Maar ik sta daar in leven lijven, zonder een kleerscheur. Sta ik daar en ik vraag aan hem, mag ik van jou benzine? Hij zei, je krijgt het zelfs gratis. Hij zei, ik ben verbaasd dat jij hier staat. Hij zei, dat had niet gemogen. Die hond die had jou moeten verscheuren. Ik zei, ja, maar die hond is niet mijn vijand. Ja, zegt hij, na die tijd. Hij zei, dat moet je echt volgende keer niet meer doen, want ik geef jou geen garantie dat die hond jou niet gaat verscheuren. Hij zei, dus volgende keer, dan mag je niet meer over mijn erf heen lopen. Ik denk, oké, is goed, ik beloof jou volgende keer dat ik niet meer over jouw erf heen loop. Maar potverdikkebie, een half jaar later sta ik weer zonder benzine, s'avonds. En weer bij deze man. En weer diezelfde hond. En ik denk, ja, ik moet die instructies die hij gegeven heeft, die moet ik toch opvolgen. Dus ik zorg ervoor dat ik dan maar niet lopend over dat erf ga. Dus ik roep die hond, roep ik. Ze aai hem en ik aai hem om de kop. Nou, je weet dat ik van dieren hou. Ja. En nog een keer in zijn oren. En ik doe die hek open en ik kruip naar die achterdeur van hem toe. En ik bel dus aan. En ik ga weer op mijn knieën zitten. En hij doet die deur open. En hij kijkt zo. Hij zegt, waarom zit je daar op je knieën? Zo omdat ik niet meer van jou mag lopen. Ik zeg, maar kruipen heb je mij niet verteld. Dus, conclusie is... dat ik heb weer benzine nodig. Hij zei, je bent ook nergens bang voor, hè? Ik zei, nee. Ik zei, ik ben ook nergens bang voor. Dus laat jij je regeren door je angst en door een leugen van een bord dat die hond zogenaamd gevaarlijk is? Of laat je je regeren door je andere mentaliteit die jij in je hebt? Het is aan jou de keuze. Deze hond, ja, het is een geweldige vriend van mij. Amen. En volhard in dit alles en blijf komen in geloof, hè? Moet er eigenlijk hardnekkig zijn in de woorden die God jou geeft. Dus als op een gegeven moment de deurwaarder tegen jou zal zeggen van, je redt het niet. Dit wordt jouw faillissement. Dan zeg je, luister eens even. Ik vertrouw niet op jouw woorden. Dus je stel je voor dat je bij de dokter komt en je krijgt de diagnose van ongeneeslijk ziek. Ha! Dan zeg je, luister eens even. Ik geloof jou niet. Ik geloof heel veel. Ik geloof in de Heere God. Ik geloof in zijn engelen. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof dat ook mijn God grote wonderen gaat doen. En dat zal jij vast zien, dat mijn God dat gaat doen. Want ik geloof niet in jou. Ik geloof niet in jouw diagnose. Want God, als hij tegen mij zegt dat hij mij wel maakt in alles, dan ben ik wel. Dan geloof ik niet in een fabeltje van een dokter. Amen. We moeten ons niet iets aan laten praten, maar blijf komen in geloof. Want jouw geloof heeft jou behouden. Amen. En niet jouw gevoel. Maar we voelen ons zo vaak zielig. Ja, de dokter heeft gezegd dat ik mij moet voelen. De dokter die kan mij wat. Dokter Jezus. Die is voor mij nummer 1. En als dokter Jezus tegen mij heeft gezegd dat ik ben gezond. En ik zal wandelen in voorspoed. Dan ontvang ik graag deze medicatie van hem. Amen. Dan ontvang ik graag deze instructie van hem. Amen.
He, Mozes die zegt zelfs tegen het volk, vrees niet, maar houd stand. Want stel je voor, hè, dat Mozes, die vraagt dan aan Caleb, van wil jij eens gaan kijken in het beloofde land, wat er allemaal is. En dan neemt hij nog 10 anderen mee, hè. En die gaan dus ook kijken in het beloofde land. En wat is jouw focus voor jou vandaag zelf, persoonlijk? Er zijn 10 mensen die komen terug met negatieve verhalen. Die zien alleen maar het negatieve. En 2 daarvan, die zien het positieve. Dus meerderheid van stemmen geldt niet. Want meerderheid van stemmen zal ertoe doen dat je dus nooit jouw bestemming zal gaan bereiken. Maar God heeft een geweldige bestemming voor jou. Hij heeft jou iets beloofd. En op dat moment, dan komt Jozua en Caleb, die komen terug. En die zeggen, het land dat vloeit over. Het vloeit over. Wauw. En die anderen, ja, maar je hebt niet gekeken naar die reuzen. Ik heb ze wel gezien. Bij hun, jongen, er zijn bij een stel sprinkhanen bij. Die lusten ons rauw. Wauw. Maar Jozef en Caleb die zeggen, waar kijk je naar, jongen? Waar heb je het over? Wat is jouw focus? Ben je bang? Weet je wat vaak het probleem is? Ook vrees in bedieningen, hè? Ook vrees in bedieningen. Mensen die kunnen een bediening hebben, maar ze zijn te bang om voor de zieken te gaan bidden. Ja, want stel je voor dat ze niet gaan genezen. Stel je eens voor. Of stel je eens voor dat ik iets uitspreek, een of andere profetie, en het klopt niet helemaal. Dat ik niet goed heb geluisterd wat de Heer tot mij gezegd heeft. Of stel je voor dat ik het verkeerd misschien interpreteer in mijn leven. Maak je ook mee, hè? Je kan fouten maken op je werk. Ja, stel je voor dat je grote fouten maakt. Dat je een boot moet bouwen, maar je vergeet de bodem. Dan heb je een duikboot. Ja, heb je duikboot. Klaar. Wat maakt het uit? Easy leven. Laat je niet knechten, hè? Door heel veel ideeën van mensen. Maar laten we vrij zijn. Vrij in de tegenwoordigheid van God. Want daar is iets anders, hè? God die heeft jou iets beloofd. Amen. Ik ga heel snel even door. Sommigen die stoppen dan met de bediening. Omdat ze dus heel veel kritiek krijgen. En dan zijn er nog heel veel mensen die zeggen, ja, jullie hebben het wel veel te veel over de financiën, hoor. Heel veel. Ja, en dan moet je er eigenlijk eens een keer mee stoppen. Luister. De offer van geven is een volmaakte offer. Jezus gaf zichzelf ook. Waardoor hij ook op een gegeven moment wist, ik geef mijzelf aan jou om iets goeds in jou te activeren. Nou, zo mogen wij ook aan God geven. En dan zal je weten dat God iets goeds in jou gaat activeren. Amen. Laat je niet knechten, laat je niet overmannen. Opmerkingen van mensen, van gelovigen. Ja, ik heb ze veel meegemaakt in de gemeente. Roddel. Nou, wie is niet bang voor roddel? Heel veel, uiteraard. Maar sluit je ogen en oren dicht voor negatief gepraat. Laat je daar niet door leiden. En laat je geen opnieuw een slavenjuk aanmeten. En word niet verschrikt en word niet bang. Want dat wil de duivel ook. Dat we bang worden en dat we ermee gaan stoppen. Of bijvoorbeeld in onze relatie. We hebben dan een vriend. Ja, en stel je voor. Ja, hij is wel lief. Ja, hij is wel lief. Maar ja, hij heeft nog te veel dit. Vertrouw op God. Vertrouw gewoon op God in alles. En als je op God vertrouwt, hè? Wauw. Dan hoef je nooit bang te zijn. Want je zal slagen. Want God heeft voor jou het beste voor. Amen. Prijs koning Jezus. Ik ga met jullie bidden. Willen jullie gaan staan.
handen misschien omhoog heffen voor koning Jezus. Ja, Vader, ik dank u wel, Vader, dat we ons niet opnieuw een slavenjuk laten opleggen. Heer, dat we ons niet laten knechten door vrees. Maar Vader, dat wij zijn in uw koninkrijk. Heer, daar dank ik u voor. Heer, dat wij een nieuwe geest hebben gekregen, de geest van God. Heer, de geest van God die geeft ons vrijheid en die geeft ons een openbaring. Heer, de geest van God die geeft ons liefde. Vader, die geeft ons een hoopvolle toekomst. En ik dank u wel, Vader, voor wie u bent. En Heer, zo ontbind ik elke vorm en elke angst van vrees in de machtige naam van Jezus. En ik zeg tegen jou, vrees, je zal moeten wijken. Je zal geen stand meer kunnen houden. En op dit ogenblik verklaar ik jou te komen in de vrijheid van de Heilige Geest. Verklaar ik dat je er gaat ontvangen in Jezus' naam. En ik verklaar en ik verbreek elke vorm van vrees in jouw leven. In de machtige naam van Jezus. En het zal nu moeten wijken. Heer, en ik dank u wel dat u op dit ogenblik de mensen diep en diep aanraakt. In hun leven en in hun hart. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen.